Breda Nu. Je weet het meteen. Op deze beetje druilerige lentedag zijn we op bezoek bij kinderboerderij Wollerslaar. Ze bestaan binnenkort 50 jaar. En ze hebben hier ook nog een hele speciale pony die zelfs bijna al 40 jaar is. Er is vandaag werk in uitvoering. Wat het precies inhoudt, ben ik heel benieuwd naar. Dus we gaan eens kijken en zien welke dieren er hier allemaal al zijn in deze lente. Dolly, die is onze oudste bewoner en daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Ik zeg altijd tegen iedereen, dit is de oudste pony van Nederland en tot nu toe heeft niemand me tegengesproken. 19 april, zeg ik goed hè Evelien? 19 april wordt ze 40. Ik heb mailtjes gestuurd naar het paardenrusthuis in Soest. Ik heb eigenlijk de dierenarts gevraagd, eigenlijk iedereen die in de paarden zit gevraagd van ken je een pony ouder dan 40? Maar ik dacht dat de oudste pony in het 50 is geworden, maar die is al jaren geleden overleden. Dus ze zou nog 10 jaar mee kunnen. Dat zou heel mooi zijn. Ja, ze zitten er allemaal nog gewoon vast in. Tandvlees ziet er oké uit. 40 te zijn, is dat zeker niet slecht. En ieder dier krijgt natuurlijk de verzorging op maat. Hoe vind je het bij de kinderboerderij? Leuk. En welke dieren vind je nou het allerleukste? De varkens. Oh ja, dat snap ik ook wel, zegt die varkens. Wat vind je daar nou leuk aan dan, aan de varkens? Omdat ze soms in de modder rollen. Vindt ze dat nog fijn als kinderen er aaien? En, of is dat een beetje klaar? Nee, ze is eigenlijk wel een beetje een, hoe zeg je dat heel netjes, een beetje een zeurderige oude dame. Zo van, laat mij lekker met rust. En dat mag ook hoor, ze heeft ook wel echt pensioen. Dus ze staat hier in de wei. We willen eigenlijk dat alle dieren wel een soort van functie of een rol vervullen op de boerderij. Dus hè, met de ezels, we hebben bijvoorbeeld ezelpicknick en ezelwandelingen. Dolly hoeft alleen maar gewoon een beetje het goed naar de zin te hebben. Dus die mag lekker in de wei staan. En kunt u misschien kort vertellen wat de dierentandarts aan het doen was net? Ja, de tandarts komt 1 keer per jaar, net als wij. Wij gaan 2 keer per jaar naar de tandarts als je het goed doet. Hopelijk niet vaker dan dat. Maar ook de dieren, die moeten allemaal gecontroleerd worden. En vooral bij de oude dieren is het natuurlijk gewoon belangrijk dat er ook een beetje zicht is op hoe de tanden hebben. Paarden die hebben het nogal kunnen haken op hun kiezen krijgen. Ja, dat kan allerlei verwondingen geven of daardoor kunnen ze slechter gaan eten. En bij een oud dier wil je vooruit dat ze gewoon goed kunnen blijven eten. We hebben een paar spannende winters gehad, maar ze is er nog steeds. En ze is eigenlijk nog blij en vrolijk. Dus heel leuk. En het is wel mooi, want dit jaar bestaat de kinderboerderij 50 jaar. Dus zij is er niet van begin af aan bij geweest, maar toch al wel in de beginjaren. Dus was gisteren in de krant de oudste. Ja, Italiaan of zo. Ze was de oudste mens ter wereld, zo 112. Dus ik denk, als zij de oudste pony van Nederland is, is het ook wel het vieren waard. Dus 19 april, kom nog even allemaal feliciteren. Bedankt. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.